ik zit ineens bijna gelijk volle zon in mijn bank, hè. Is heerlijk. Zo, dus staan we bij een postbus. Nou, ik vind één ding zo vreemd, hè. Ik heb natuurlijk hier een pakketje. Maar, er is, wat ik al zei... Super tof dat je kijkt naar een nieuwe vlog. Mijn naam is Alfred, zoals iedereen weet. Ik ben onderweg naar mijn werk toe. En ik zat er vanochtend te douchen. En ik had een beetje een lauwe douche. En later zat ik te kijken bij me voor de bar. Ik weet niet hoe je op praat heen, maar bij mijn bar was het eerst 0,9. Dus mijn bar was te laag. Daarom had ik koude, een beetje lauwe douche. Maar ja, gelukkig heb ik die gelijk gevuld. Dus als ik goed heb, heb ik morgen... in ieder geval nu lekker warmer douche. En ik ga nu lekker richting werk, ga ik lekker werken. En het is ongelooflijk mistig. Ik weet niet of jullie kunnen zien. In de verte bijvoorbeeld. Maar het is echt ongelooflijk mistig. Niet normaal. Het is ook best wel koud nu. Vergelijken met gisteren. Gisteren was het wel warmer. Oh, ik zit ineens bijna gelijk volle zon in mijn bank. Het is heerlijk. Maar ja, ik heb wel dingen gekregen van mijn moeder. Dat wou mijn moeder graag hebben. Dus, en ik ga nu zo meteen klaarmaken, even naar beneden te lopen, want ik zou een pakketje krijgen van vandaag. En dan ga ik even kijken of ik het binnen heb gekregen. En even net wezen editen. Ik ga nog een bokje koffie drinken en dan ga ik even naar beneden toe om te kijken of ik het binnen heb gekregen. Dus laten we dat doen en we kijken gelijk tussentijd. Zou de begeleider wel zijn? Nee, ik zat te kijken, maar ik zijn er nog niet. Nou, meestal zijn ze tussen 3 en 4 uur. Eigenlijk. Maar zoals jullie op mijn Instagram story hebben gezien, heb ik het meegedaan om eigenlijk op de Instagram van story van ASVZ. En ik waardeer het om daar mee te helpen om voor ASVZ. En ik hou ze in de gaten. Hoe jij ze volgen nog, ASVZ. Check dan even hier zo en volg ze even. Zou super, super tof zijn. En zo, hun zouden ook super tof zijn. Dus ik ga nu even lekker een bakje koffie drinken. Kijken of het pakketje is. Laten we maar even kijken in mijn postzak of ik dan nou binnen heb gekregen. Ik ben altijd zo nieuwsgierig. Ik hou van weet je, post. Ik vind dat leuk om te hebben. Post vind ik altijd leuk. Dus gaan we even kijken of ik iets in mijn brievenbus heb. Zo, dan staan we bij een postbus. Oh, ja, letterlijk niks. Ja, oké. Ik kan niks geloven. Lekker dan, lekker handig. Dat kan ik hem zo helemaal niet tegen. Dat loopt hier van niks. Weet je, ik ga ook een paar uurtjes over kijken of ik weer post heb. Ik word trouwens apart. Ik ben trouwens boos zien. Dat ik laatst ook een keer over had. Dat ik een kaart heb binnengekregen. Maar... dat is alweer 3 of 2 weken geleden. 2 weken geleden of een week. 1 van die 3. Dus, en die heb ik nog steeds niet binnen gehad. Heel apart is dat gewoon. Dan vraag ik af, hoe kan dat nou weer dat die niet binnen is gekomen? Dat vraag ik me echt nog steeds af. Maar ja, we gaan het zien. Vandaag kreeg ik ook weer een melding. Mijn app van, kom een kaart binnen en nog een post. Vandaar dat ik naar beneden liep om te kijken. Ik weet niet. Kijk, misschien ben ik wel nu al te vroeg. Maar dat ene keer dat de kaart niet binnen is gekomen. Dat vind ik apart. We gaan het zien. Ik ga dadelijk even kijken wat er aan de hand is. Ik ben benieuwd wat er aan de hand is. Het staat ook in de app trouwens. Door PostNL. Door de app. Dat... wat later zijn, ga ik even voorlezen. En ik krijg meerdere meldingen ervan. Dat is 1 pakketje. En een kaart. En nog een kaart. En de laatste kaart heb ik niet gehad. Oh ja, 12 december zou die binnen moeten zijn gekomen met die kaart. Maar die heb ik nog steeds niet. En het staat eronder. Feestdagtijd wel in deze app, niet in de bus. Door de drukte rond de feestdagen kan de post soms later zijn. We doen heel erg ons best
om alles binnen 3 dagen te bezorgen. De bezorgdagen zijn vanaf dinsdag tot en met zaterdag. Maar dat is 2 weken geleden. Dan staat er 3 dagen. Dan staat wel even. 3 dagen te bezorgen. Best alles om binnen 3 dagen te bezorgen. Ik heb kaarten gestuurd. Zijn wel binnen. Binnen 3 dagen. Maar als ik kern krijg, heb ik niks. En de kaart van 12 december is nog steeds niet binnen. Dan vraag ik af, hoe dan? Hoe kan dit? Daar heb ik echt vraagtekens bij. Nog een kaart van woensdag 16 december. Zelfde tekst. Ik vraag gewoon af wat er aan de hand is. Maar ik kan niks. Dus ik kan ook niet uitleggen wat aan de hand is. Misschien hebben jullie reden. Ben wel benieuwd naar of jullie iets van weten. Daar ben ik gewoon benieuwd naar. Misschien weten jullie net toevallig trouwens. Ik ga even over een uurtje kijken wat ik al zei. Of 2 uurtjes kijken. Dan kijk ik nog even. Tussen 3 en 4 uur ga ik kijken. Nou, ik vind 1 ding zo vreemd, hè. Ik heb natuurlijk hier een pakketje. Maar er is, wat ik al zei van, wat ik net ook al over had, is dat een pakketje, ik mis een kerstkaart die vandaag zou komen, is weer niet afgegeven. Ik heb als enige dit afgeleverd gekregen. Dus, maar we gaan even kijken wat het is. We gaan even openmaken. Ik weet het natuurlijk al, maar jullie nog niet natuurlijk. Zo. Zo, plakt helemaal, jongens. Oh my god. Oké, dan. Zo. Nou, dit is het dan. Statiefje. Zo. Dat is het. Dus gaan we, deze heb ik dus. En dan gaan we die zo gebruiken binnenkort. Verder, en ik heb heel veel dingen achter mijn rug, achter dingen, computer gedaan. En even achter de schermen, heel veel. Maar ik heb eindelijk een kerstkaart gehad. En dat is van mijn oma, van mijn moederskant. Ik heb een heel mooie kaart gekregen. Wil ik in ieder geval bedanken. En ik ga nu even klaarmaken, lekker de bed in te gaan. Lekker eerst rolgordijnen dicht. En lekker een beetje erin duiken. En morgen weer een dag. Dus nu even lekker gordijnen dicht en dan lekker slapen. Dus, maar eindelijk is die kaart binnen gehad. En wat ik ook binnen heb gehad is een nieuwsbrief. En dat is dat maar 2 cliënten mogen hier mee eten met de bovengroep, dat wou ik zeggen. Dus dat mag niet meer dan 2 zijn, helaas. Maar ja, ik ga nu lekker een beetje bezoeken. Lekker mijn bed in. En blij dat eindelijk weer eerst een kaart al binnen is. Maar het duurt gewoon wel ongelooflijk lang tot ze kerstkaarten binnenkomen. Want het gaat zo traag van begrip. Dus, maar ja, eerst even. Lekker mijn bedje induiken en lekker slapen. Dus wat ik tegen jullie wil zeggen is dat ik jullie allemaal wil bedanken voor het kijken naar deze vlog. Ik hoop dat jullie deze vlog leuk hebben gevonden. En vonden jullie deze vlog leuk, doe sowieso een blij duimpje omhoog.